Hallo, vandaag is het internationale dag van de coach. In mijn training zakelijk tekenen geef ik trainingen aan kennistrainers en ook aan coaches. En dan leer ik ze door middel van symbolen hun verhaal te verduidelijken op een flip over. Laten we daar eens een tekeningetje voor maken. Van een trainer of een coach die zijn verhaal staat te doen voor zo'n flip over. Doe je mee? Ja, de trainer of de kennistrainer. Ten eerste natuurlijk een groep die naar hem luistert. En dan gaan we gelijk poppetjes tekenen. En dan kan je dat ook gelijk zien, hoe je dat kan tekenen of kan weergeven. Een groep poppetjes. En dan hebben we hier de coach of de kennistrainer. En die staat het uit te leggen. En die heeft daarvoor voor zijn neus een flip over staan. En dan, hij beeldt daar wat uit. En als je wil weten wat dit is, dan moet je een cursus bij mij volgen en dan leg ik dat uit. Trouwens, in mijn video op mijn website leg ik dit al uit. Nou, hij staat dat uit te leggen. Een andere stelt een vraag. Want die begrijpt niet wat er wordt getekend. En die zit ook zo van, wat bedoel je nou? Die coach staat dat natuurlijk uit te leggen. Bla bla bla. En voilà, een coach die het uitstaan te leggen op een flip-over. Nou, dit is een heel simpele flip-over. We kunnen natuurlijk ook nog een uitgebreidere flip-over tekenen. Maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet, hè. Kijk, je kan... Als je het al zo tekent, dan is dat in principe al een hele mooie flip-over. Die trainer erbij, die staat uit te leggen. Gaan we nu ook benen geven, zo. En wij stok. Misschien zijn andere hand nog. Waar hij het vertelt. En bla, bla, bla. Alleen, nu hebben we natuurlijk die mensen niet. Die mensen moeten natuurlijk een beetje voor die flip overvallen. Dus. Maar we kunnen hier ook een groep mensen tekenen. Dat kunnen we ook nog zo doen. Voilà. Hebben we ook de mensen die aan het luisteren zijn of aan het kijken zijn naar wat hij aan het vertellen is. Ja, misschien staat hij wel op een podium, kan ook nog. De spotlight. Goed, ga hier zelf mee aan de slag en ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!